Hallo allemaal, wij zijn nu aangekomen bij de Ora Arena, want we gaan naar Armin van Buuren en dat is georganiseerd door One Colony. One Colony door Oefen Toetertje. Ja, dat is een goede vriend van ons. We gaan even kijken hoe het hier is vanavond. We zetten, ga naar binnen. Allemaal naar Istanbul komen. Armin van Buuren, één groot feestje. Wij staan hier. Iedereen staat hier. En er is niks Armin, aan de hand. Armin is de best. Allemaal komen naar Istanbul komen. Hartstikke gezellig. Oké. Okay. Hartstikke top. Ja. De lichting is echt fenomenaal, vind ik eigenlijk. Beter dan de vorige keer. En ja, Mr. Brox was goed. Mr. Brox is Lorena's happy, dat is leuk. En moet je kijken hoe vet het eruit ziet. En daar zijn meteen de deuren, dan kunnen we weer naar binnen. Super hoor. The sound should now be at the left speaker. Ja, we hebben eindelijk onze vriend Oefen gevonden, Oefen Toetertje. Yes. En die gaan we nu even een paar vragen stellen. En hun hebben de organisatie hier gedaan ook, hè? Ja, dus, One Colony. Yes. En dus als je hier ooit heen komt en er is een feestje, moet je zeker eventjes een bezoekje plegen. Ja, ja, zeker. Dus, hoe lang hebben jullie erover gedaan om deze organisatie te doen? Precies een week. Een week? We zijn al een week bezig om dit allemaal op te zetten. Wauw, het is echt wel geweldig, vind ik hoor. Dus in de belichting vind ik echt super dit jaar, weet je dat? Ja. Het geluid is gewoon great. Een nieuwe show van Armin van Buuren. Ja. Het is een wereldtournee. Ja. En wij doen Istanbul. Super, ja. Voor de jonge Turken om de toeristen even te laten zien dat ze niet meer zo bang op zijn. Wat heb jij te zeggen tegen de Nederlanders en de Belgen van kom Istanbul? Ik als geboren en getogen Amsterdammer, als ik bang zou zijn, zat ik al lang in Nederland. Ja. En wij als organisatie, wij als bedrijf, organiseren evenementen voor duizenden mensen die erop afkomen. En als het echt gevaarlijk was, dan zouden we dat risico ook niet kunnen nemen natuurlijk. Plus, zouden we de vergunning helemaal niet kunnen krijgen om evenementen te doen. Oh ja, dat is natuurlijk ook zo, je moet de vergunningen inhalen. Ja, dus je zegt gewoon eigenlijk mensen, kom gezellig naar Istanbul, naar Turkije. Zeker, zeker wel. Alle volgers van de jonge Turken, kom gezellig naar Turkije, je hoeft helemaal niet bang te zijn. Ik zit hier ook. Juist, wij ook. Wij ook. Oké, dankjewel lieverd. Dankjewel. Veel succes. Dankjewel lieverd.